En dat is de eerste evolutie, jongens. Ribombo, daar gaat hij. Ja hoor. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Wow! Zieke kikker Bombergraf. Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Nexomon video. Ik vind het super leuk om te zien dat jullie deze serie echt zo vet vinden. Dus blijf die duimpjes omhoog doen, zodat ik weet dat ik dit moet blijven spelen. En laat even een leuke reactie achter. We zijn in de woestijn. Wij hebben geleerd dat we misschien wel een tyrant bij ons hebben. En ik ga eerst maar eens even battelen met deze guy. Maar we moeten dus gaan proberen om ons tyrant ei uit te laten komen. Oké, ik ben nu al bang. Level 15. Ja, ik word weer keihard kapot gemaakt. Ik ben nog helemaal niet sterk genoeg. Ik heb één sterke Nexomon en dat is Bombergraf. Dat is ook de eerste Nexomon die geëvolueerd is in mijn team. Dus ik vind het, ja, ik vind het wel vet, jongen. Mijn Ribombo is gewoon geëvolueerd en dat is deze geworden. Super, super sick. Alleen mis ik nu wel mijn aanval. Kom op, dude. Kom. Sorry, ik moest even hoesten. Maar hij is weg in ieder geval. Oké, de volgende. Let's go. Wat ga jij doen? En ze zijn best wel sterk tegen mij, die Bombo. Ik bedoel tegen mijn Bombergraf. Hij heeft een nieuwe naam. Ik moet hem wel bij zijn nieuwe naam noemen. Maak hem kapot. Lekker. Ja, ik moet mijn Noki wel even zien te trainen nu. Ik heb namelijk een aantal comments van jullie gelezen. En jullie zeiden van... Rick, daar zijn echt sterke Nexomon. Daar moet je voor oppassen. Je moet echt gaan trainen. En we zien hier deze Blit. En Blit is sowieso sneller. Maar ik maak hem wel kapot. Blit, hallo. Heb je nou gelijk een super effective move? Ik denk dat ik hem gewoon ga verslaan, jongens. Ik ga hem even niet vangen. Oh my gosh. Het maakt echt zoveel verschil of de Nexomon net één level hoger zijn of niet. Hallo? Meneer? Wat is er met je aan de hand, oude viking? Hij zegt, een tyrant. Heeft me vergiftigd. Is er iets wat wij kunnen doen, vraagt Coco. Hij kan niet bewegen, we moeten anti-poisons brengen. 5 anti-poisons? Oké. Er zou hier een winkeltje in moeten zitten in de buurt of zo. Of zou het kunnen zijn dat ik deze trainers allemaal even moet verslaan? Oh my gosh, dit is de evolutie van die, hoe heet die ook alweer? Ik heb die in mijn team gehad. Die schorpioen. Nee, man. Nee, man, jullie zijn veel te sterk voor mij. Gaan we weer terug naar Bombergraf, jongen. Hij moet het de hele tijd doen. Oh nee. Dit is een water Nexomon. Gelukkig doet hij geen wateraanval op mij. Nog een water Nexomon. Kom op, Bombergraf. Ja, kijk, dit doet wel pijn. 18 HP damage. Oké, deze ook weg. Oké, dit wordt een probleem. Dit wordt sowieso een probleem. Maak die spin kapot. Hij mist me 2 keer. Oh, ik heb echt geluk, jongen. Ik heb nu echt geluk. Oh nee, ik kan geen aanval meer doen. Oh nee, ik kan nog wel Fireclaw doen. Ja, oké. Maar nu moet ik gaan wisselen. Oké, hopelijk kan Griff hier iets tegen doen. Nee, ik ben echt veel te laag level, man. Griff is ook niet sneller. Lumidon misschien? Oké, ik krijg 14 damage. Hij krijgt 15 damage. Ik krijg nu 16 damage. Ja, lekker lumen. Nice. Maar dat gaat wel naar level 14. En Bombergraf gaat ook weer een leveltje omhoog. Krijg ik van jou zo'n anti-poison? Nee, ik krijg geen anti-poison. Ik moet nu al deze pakken, hè, om mezelf te healen. Na 1 gevecht. Oké, laten we nog een battle gaan proberen. Wow, dit is gewoon een picky pack. Alleen het is een boze picky pack. Deze wil ik eigenlijk best wel graag in mijn team hebben. Deze vind ik best wel cool. Het is Hinazaru. Ik vind die cool. Ik wil die hebben. Ik ga deze proberen te vangen in mijn Wind Nexo Trap, jongens. Let's go! Bam. Gaan we hem pakken? Ja, lekker. En dat is top. Hinazaru erbij. Die vind ik gewoon cool. Ja, die gaat dan toch in de plaats van Tessling. Tessling is nog maar level 10. Hij is echt te low level. Is hier een stad? Nee, hier is geen stad. Oké, maar wat is hier dan wel? Wat gebeurt hier allemaal? Dat is weer zo'n opgegraven tyrant. Ze zijn hier lekker bezig inderdaad met z'n allen. Wat zijn jullie aan het doen, jongens? Jullie zijn gewoon dik aan het graven hier. Een keuken die zegt, wow, check dat ding. Dat is een Grunda's Chasm. Geen idee wat dat betekent. De legendes zeggen dat hier vroeger een hele stad stond. Maar die is ingestort toen een monster eronder vandaan uit kwam kruipen van onder die stad. Oh, dat vind ik wel insane, jongen. Oh my gosh. Grunda's Chasm. Ik ben niet ready voor dit, man. Ik ben totaal niet ready. Hey, yo. Amelie. Zo heet hij toch, of niet? Dit is toch Amelie? Ja, het is Amelie, zegt Coco. Amelie zegt, hier beneden hebben we een stad gebouwd. Nieuw Ignitia. Volgens mij waren we daarna op weg. En er is nu een tyrant bezig in Ignitia. Oh my gosh. En wij moeten dat zeker op gaan lossen. Amelie zegt, ik zal mijn temmers verzamelen. En ik zal mijn stad heroveren. Ah! Oh, zijn dit alle... Oh, wow.
Zoveel epische temmers. Dit is geen battle voor een bronzen temmer, zegt Amelie. Zij gaan het even fixen met z'n allen. Oh, dat zag er wel vet uit, jongen. Al die temmers bij elkaar. Kijk, ze allemaal staan hier, jongen. Deze guy lijkt op zo'n gast uit Harry Potter. Die Mad-Eyed Moody, die heeft ook zo'n ding voor zijn oog. Ze zeggen, ga maar klagen dat de game te moeilijk is. Dat is ook weer zo'n sneer naar Pokémon, jongens. Maar ik kan er nog niet in. Ik kan ze niet helpen. Kijk hoeveel temmers hier staan. Wat ben jij aan het doen? Oh, jij hebt stamina cores voor mij. Dan moet ik alleen nog 2 super ethers voor je hebben. Dat is wel nice, man. Dan kunnen ze langer vechten. Ik heb hier in ieder geval een portal, een warpstone. Ja, en we kunnen hier healen. Lekker. En dan kunnen we misschien hier van die anti-poisons kopen voor die gast die daar helemaal uitgeteld ligt. Daar heb ik er nog 2 van nodig. Oké, let's go. Ik heb die spullen nu gekocht. Oh, en we kunnen hier een discount voucher krijgen van hem. En dan is alles wat we kopen goedkoper. Dan moeten we nog 3 anti-freeze en 3 anti-sleeps hebben. Die wil ik eigenlijk ook wel hebben. 3 anti-freeze. Ja, en 3 anti-sleep. Die verkoop je niet? Ah, nee, die heeft hij niet. Ik denk dat ik daarvoor nog iets verder moet komen in de game of zo. Ja, maar ik ga nu eerst even die potions brengen naar die guy hier zo. Die anti-poisons. Die had jij nodig. Dan kan je weer opstaan, of niet? Hier, jongen. Voor gratis, hè? Ik hoef er geen eens iets voor terug, jongen. Zo ben ik. Oké, dude. Gaat het goed met je vriend? Hij zegt, ik was niet eens poisoned. En nu heb ik gratis anti-poisons gekregen. Hij heeft me gewoon belazerd. Oh, deze guy. Oh, yo. Beter moeten we tegen hem vechten. Wow, yo. Ik wil hem... Deze gast, jongen. Deze gast. Oh, jij hebt een vette? Snayflow? Maar die is level 18. Ja, die kan ik nooit pakken, man. Die is level 18, jongen. Hoe ga ik die ooit pakken? Ja, hopelijk kan ik hem bevriezen. Nee man, dit gaat niet goed. Oké, let's go, let's go. We moeten nu tegen Rostu. Rostu, vriend. Hinazaru, jij bent aan de beurt. Oh, 17 HP damage. Nog een keer 17 HP damage. Oké, we gaan dit met potions regelen. Ik moet deze battle winnen. Man. Dit doet zoveel pijn allemaal. Nee, ik heb de verkeerde Pokémon geheeld. Oh, oké, nu heb ik echt geluk, hè. Hij wisselt. Dan kan ik nu ook even lekker rustig aan wisselen. Even chillen. Pak deze Chowser. Super grappige Nexo. Oké, you can do it. Lekker Bombegroffie. Gaan we ook deze water Nexomon pakken, Bombegroff? Gaan we dit doen? Gaan we dit proberen? Ah, hij doet tenminste gewoon normale aanvalletjes. Ben benieuwd. Wat ga je nu doen? Oh, oké, je blijft gewoon lekker doorscratchen. Nou, helemaal mooi. Die Bombegroff is wel lachen, man. Ik bedoel... Weet ik veel. Die slak, de net, waar we tegen moesten. Die is lachen. Griff gaat nu een level omhoog. Daar ben ik blij mee. Hey! Griff gaat evolueren! Oh, snap. Oké, let's go. Evolueer maar, jongen. Wow! Griffgar! Deze is zo vet! Deze is echt super tof. Oh, ja, man. Deze voel ik wel. Griffgar. Nou, jullie hebben wel gelijk. Ik moet wel echt even trainen. Oké, deze Nexomons zijn allemaal super high level. Hier, deze ook, jongen. Level 18. Hou op. Dat is veel hoger. Ben ik nou burned? Nee, ik ben burned. Nee. Oké, dit gaat helemaal niet goed. Ik moet elke keer de hulp inroepen van deze. Bombegroffie. Bombegroff is echt mijn MVP. Oh, Steamhawk. Die is ook tof, jongen. Dit is een soort van Greninja on crack. Maar ik vind die wel cool, Steamhawk. Ik wil al deze Nexomon hebben, jongen. Ja, het liefst wil ik nu gewoon wisselen naar een andere Nexomon, zodat hij ook lekker veel XP krijgt. Maar ja, we kunnen wel even kijken wat Griffgar kan. Oh, die is zo cool. Let's go, Palm Fury. Pak hem. Oké, ik denk dat deze 2 levels hoger die Bombo nog steeds iets sterker is. Ja, maar ik kan hem wel pakken, want ik heb hem stunt. Dus dat is mooi. Ik ben zelf wel nu burned. Dat is jammer. Hij is nog een keer stunt. Lekker, Griffgar. Episch. Super vette Nexo. En Bombegroff gaat gewoon weer een level omhoog. Die is gewoon al 19. Laat even weten op een schaal van 1 tot 10. Wat voor cijfer krijgt Griffgar van jullie? Wat is dit trouwens voor big ass gebouw? Ik ben hier nog ineens in geweest. Oké. Oh, kijk. Amelie is hier gewoon temmers aan het recruiten. Dus zij is temmers aan het verzamelen die mee gaan helpen tegen de Tyrant, denk ik. Hey. Waar kom jij opeens vandaan, Ros? Die vraagt aan ons, waarom ben je hier? Ik fix dit wel alleen. Ik maak die Tyrant in mijn eentje kapot. Ga nou maar, Ros. Ga je dan maar aanmelden. Dan hoor je vanzelf wel wat Amelie zegt. Oh, ze zegt, oh, great. Doe gewoon normal jobs. Jullie zijn bronzen temmers. Dit is niks voor jullie. Amelie zegt, oké. Jullie kunnen de backup zijn.
We moeten tegen Mulsimer. En Mulsimer is de tyrant van het vuur. Oh gosh. We moeten hier voor grond en water Nexomon zien te vinden. Nou, het mag wel duidelijk zijn dat ik nog wel even moet trainen hiervoor. Want ik ben hier toch nog helemaal niet ready voor, joh. Wat is dit? Een Typluff? Ja, weet je wat, Bombergrof, regel jij dit even? Weer een rare Nexomon, hè? Maar is wel alweer level 16. Ik moet eigenlijk nog een grond Nexomon hebben. Oh, nee. Oh, ik moet battelen. Ah, ik had jou helemaal niet gezien. Laat me met rust. Ik moet weer tegen een rust toe. Ah, hij gaat straks mijn Bombergrof kapot maken, hè? Beter niet, jongen. Niemand sloopt mijn Bombergrof. Maak hem af. Nu een Duraclass. Oké, die kunnen we ook hebben. Ja, die kunnen we zeker hebben. En nu een Scalder. Dat is wel een probleem. Die is voor jou, Grifkar. Lekker ontweken, jongen. Pak hem aan. Oh, hij heeft maar twee klappen nodig als het goed is. Kijk, dit is lekker. Lekker, lekker, Grifkar. Lekker, man. Mijn super wolfshond. Oh, wat is dit? Diebus, deze ziet er gewoon legendary uit, man. Oh my gosh, deze ziet er vet uit. Hij mist me alleen wel elke keer. Dat komt volgens mij omdat ik Grifkar zo'n item heb gegeven. Dat de kans groot is dat mijn tegenstander me mist. Dus hij mist me elke keer. Ik heb hem gewoon gepakt. Lekker, Grifkar. Je gaat sowieso een level omhoog. Grifkar gaat naar 15. Mara gaat ook naar 15. Yo, Mara gaat evolueren. Yes, super vet, super vet. Ik ben me heel benieuwd wat Mara gaat worden, jongens. Oh, zo, huh? Die is echt heel anders in één keer. Marasuma is dit nu. Die ziet er echt heel anders uit. Als ik deze in het wild zou tegenkomen, zou ik niet denken dat het een evolutie is van Mara. Ja, je kan het zien aan de naam, maar voor de rest... Nu wil ik eigenlijk alleen Noki nog even evolueren. En ik denk dat die op level 16 evolueert. Deze is ook leuk. Pongo. Die is best wel cool. Die ga ik sowieso wel even proberen te vangen. Hij komt denk ik niet in mijn team, want ik heb al vette vuur-Nexomon. Maar ik vind hem wel erg leuk. Kom op, kom op. Oh, jammer. Sowieso, die vuur-Nexomon, die zijn wel echt cool. Er zitten echt heel veel leuke vuur-Nexomon in deze game. Yo, daar is die. Pongo. Ja, je bent cool. Je bent cool. Yo, wat is dit? Een Moonica. Moonica is een rare Nexomon. Oh. Oeh, deze zet me wel even aan het denken. Want misschien moet ik deze wel mee gaan nemen, jongens. Ik heb namelijk wel een grond Nexomon nodig straks. Oké. Interessant. Ik denk dat ik Moonica gewoon mee moet nemen, jongens. Ja, en dan komt hij toch echt in de plaats van Lume. Het doet me wel pijn om afscheid te moeten nemen van Lume, hoor. Want ik vind Lume wel echt heel cool. Maar ja, we hebben nu twee vuur Nexomon in ons team. En we kunnen beter dan ook een grond Nexomon hebben, denk ik. Oeh, ik had het niet verwacht, hoor. Dat Lume nu uit mijn team zou gaan. Maar ja, ik denk wel dat het beter is voor de samenstelling van mijn team. Alhoewel ik Lume misschien toch net even wel wat leuker had gevonden. Ik ben ook wel benieuwd eigenlijk waarin Lume evolueert. Want die zou ook wel... episch zijn. Wow, wat is dit? Een Lumby? Lumby. Oké, dan. Nou, die gaan we dan ook nog maar proberen te vangen. Als ze dan toch bezig zijn. Kom op, kom op, kom op. Ja, ook weer een vuur Nexomon. Gaat niet in mijn team. Ik heb nu best wel veel nieuwe Nexomon gevangen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, jongens. Laat even in een reactie achter wie jullie vinden dat er eigenlijk in mijn team moeten. Want er is nu zoveel keuze al. Oh my gosh, die Lumby die sloopt bijna mijn Noki in één keer. Maar oké, wij hebben Lumby. En daarmee gaat Noki naar leveltje 16. En die gaat niet evolueren. Oké, we gaan hem nog één level trainen, jongens. Oké, Noki is nu level 17. Ja, en nu gaat hij wel evolueren, jongens. Bij het super toffe watervogeltje. Ik vind Noki heel leuk. Ik hoop dat zijn evolutie ook leuk wordt. Oké, fine Noki. Hij is iets meer derpy misschien. Hij kijkt een beetje derpy uit zijn ogen. Maar het is oké, hij is sowieso sterker geworden. Dus weet je, dat is het al waard. Oké, jongens, ik hoop dat ik ready ben voor het volgende stuk. Ben je daar benieuwd naar? Doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op Twitch. Twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!